Nou, voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Simone Dijkstra. En namens het bestuur van Beels Eigenen hiet ik je vanavond Alga van harte welkom op deze avond. Ik zag wat oud-cursisten, of tenminste van dit jaar, ook welkom. Deputeerde van de provincie zag ik ook van harte welkom. De wethouder, ik zie hem. De Waarmoed Vrouwenkens, en ik geloof dat zelfs de winnaar van het Allopen Vrouwenkensdicté de vanavond is. Nou, hartstikke mooi. Welkom ook. Ja. Nou, het Beeldsdicté van verleden jaar was mijn eerste activiteit. Sond ik lid ben, of tenminste bestuurslid worden ben bij Beelds Eigenen. Nou, ik vond het een mooie avond. Ik schudde wat handjes, leerde wat mensen kennen. Deed met aan een prachtige dicté van Jan. Had niet eens zo heel veel fouten, gelukkig. Er waren blije prijswinnaars en een drankje na. Dus wat dat aangaat, een slaagde avond, wat mij betreft. Maar het bestuur van Aas, die had zoiets van, daar hadden we wat meer mis, kom ik in. En mooi dat er altijd dezelfde mensen er binnen, maar wat naaien mis zou ook wel leuk wezen. Nou, daar hadden we een heel jaar om over na te denken. En we hebben ook bedacht van, misschien mocht het wat in een café-achtige sfeer. Het woord pubquiz is van, en zo ben je nou hier beland, bij de Friesin, met een iets ander programma dan je van ons went binnen. En ook al een ander publiek, zie je. Dus wat dat dan gaat, gaat het al hartstikke best. Mooi wat mensen, hartstikke fijn. Nou, wat ook naai is, dat is dat we voor het eerst live muziek erbij hebben. Je kreeg al even een zienkind, een naam Lustrekin, Rintje Kaas. Zullen ons vanavond vermaken met zijn muziek. Ja. Nou, we beginnen straks eerst met een opwarmronde. De Beelse Café Quiz. Leendert zal dat doen. Dan hebben we Skoft met muziek. En daarna gaan we door met het dicté. Nou, het dicté is geschreven dit jaar door Jeroen Slager. Hij zal het ook voorlezen. En ja, ik weet dat je het al wist, maar hij is ook wat een BB'er, een bekende Beelke. Want die cameramis die je hier ziet, die ben hier voor hem. Nou, niet alleen voor hem, maar ook voor Chits. Ik weet niet dat je hem kent, van Chits Vlag van Omroep Friesland. Nou, zij werken aan een documentaire, Vier in het Roem, in de opdracht van Omroep Friesland. Daarom is hier vanavond, Jeroen doet het dus ook aan met. Zij filmen. Had je hem dat nou liever niet willen, geef het dan even aan. Dan kun je daar rekening mee houden. Ja, precies. Nou, dan heb je na het dicté weer even scoort en dan kijken we het na. Dan een Silrintje weer even spelen. En als laatste heb je dan nog de uitreiking en daarna nog een nazit met wat muziek. Het eerste bakje koffie hem van ons kregen en de rest is voor hemzelf. En als we straks aan het dicté toe binnen, dan zal ik verder ook nog wel even uitleggen hoe dat precies allemaal in zijn werk gaat. Ik geef nou eerst het woord aan Leendert. En ik wens je maar altijd heel veel succes met de quiz. Ja, goedenavond allemaal. Mijn naam is Leendert Nauta van Satanne. Ik ben bestuurslid voor Beelds Eigenen al een hutje. En ik zal mijn papiertje pakken, maar nu heb ik het cafet voor Rinsie heb ik hier. Dus, maar dat doe ik weer even in de bus. Wat dik mee? Ja, dat is een hele dikke mee. Ja. Ik pak even de goeie erbij. Ja, hier is ze. Ja, beste mensen, welkom bij het eerste Beelse café, / Beels Dicté. En zoals Simone al zei, we beginnen met een quiz. En jongens en meisjes, niks aan de hand, we kunnen niks winnen. Je kunt ook niks verliezen, dat scheelt ook weer. Je hoeft zelf de antwoorden niet eens op te schrijven. Dat is aanzien bij het dicté. Dus ik wil je wel vragen om alvast te controleren of je twee bladzijs hebt.
En het ene bladzij, daar staat bladzij 1 op en de andere staat bladzij 2 op. De eerste quizvraag is, en die heet alle gaar goed, dat is ook het enige antwoord wat je hem opschrijven moet, en dat is je naam. En dat maakt op beide bladzijs. Erik Bronger, lukt dat nog? Ja, Erik zit met de rug naar me toe. Het lukt, hè? Naam, Erik Bronger. Ja. Niet alle gaar Erik Bronger opschrijven. Dat hoeft niet. Bedankt, Tjits, dat is wel lastig. Wij hebben de taalquiz even in aan de set, althans Jan het hem in aan de set, Jan de Groot. En wij wouden dat graag op zo'n beamer ding met een scherm hebben, zodat elke een dat goed zien kan. Maar dat paste hier niet, we hebben hier twee hartstikke mooie schermen aan de muur hangen. En die binnen in deze opstelling heel goed voor elke een te zien. De een wat meer dan de ander, denk ik. Maar daarom lees ik de vragen nog voor. En het mooie is, je hoeft geen antwoorden op te schrijven. Als je denkt, ik weet het, roep het dan. Maar spreek wel even met een ander oor welke volgorde je hem dan doet. Zeg maar. Niet met je naam deurnummer. Ik moet even zien, waar is Gerard de Jong? Die zit helemaal achterin. Ja, nee, die moet ik even in de gaten. Gerard en Erik, heel goed. We beginnen met de eerste en dan hebben Monique en ik nog niet een teken opraat. Wat zullen we doen? Zullen we gewoon zo doen? Ja? Oké. Nou, dan gaan we naar de eerste vraag. En het is om even warm te worden, hè. Het valt net. Je bent er heel gauw aan en ik denk dat een hoop mensen, als ik zo wat in de zaal kijk, het antwoord nou wel al weten. Ik lees de vraag voor. Er binnen twee letters die wij nooit aan het begin van een woord gebruiken. Welke binnen dat, neffens Jim? Binnen dat de X en de Z, dus gebruiken wij die nooit. Gebruiken wij de Z en de V nooit? Of gebruiken wij de V en de X nooit? Nee, de V en de X, dat is niet. Dan kijk ik alvast de plan. De X en de Z. De X en de Z. De Z en de V. Ook, ja, de Z en de V, inderdaad. Ja, je mag roepen. Niks daar. Ja. Hoor ik daar een B? Heel goed, ja, heel goed. De Z wordt vaak een S en de V wordt vaak een F. De X wordt wel degelijk gebruikt in het woord xantippen. En dat moest ik over daar even opzoeken, Kees, in het woordenboek. En het deed mij leek denken aan mijn schoonmim. Dus ik ga nou niet uitleggen wat het betekent. We gaan naar vraag 2. Ja, dat loopt soepel. Aan het begin van een woord gebruiken wij maar twee keer de letter C. En het ene woord is chatten. Maar wat is nou het andere woord? Dus het andere woord werd wij in de Beeldse taal wel een C als eerste letter gebruiken. Nou, ABC, champignon, CD, wat staat hier nou? Klet of slet? Dat is ook lastig. Dat ging niet van. Ja, daarom was ik graag dat ik het even op. Ja. Het is CD. Het is CD, inderdaad, ja, klopt. Dit is eigenlijk niet een goede Beelse vertaling of Beelse schrijfwijze voor de oorkorting compact disc zou je dan wel weer doen kunnen, maar CD niet. We gaan door naar vraag 3. Zitten we er allemaal lekker in? Want ik vind het nog een beetje... Wat enthousiast? Ja, cheers. Vraag 3. De letter Z gebruiken wij in elk geval nooit als eerste letter van een woord. Dus de letter Z gebruiken wij trouwens niet zo vaak in het Beels. En ik ben wel benieuwd of jij een paar woorden kent met de letter Z erin in het midden of in het eend. Ja, muziek, garage. Ja, dat komen we toch met je naam, dan komen we weer op een hoop. Jan had zelf opgeschreven bezieten. Daar is hij dol op. Wezen, ja. Ja. Jezus, ken ook. Jozef. Jeuzelen. Ken ook allemaal. Treuzelen, maar dat doen we niet, want we gaan door naar vraag nummer 4, Monique. Hoe schrijf je de dorpen Sint-Jacobi-Prochie en Oude Beeldzijl in het Beelds? En dit is wel een nieuwsgierige vraag, want dit gaat hest altijd mis. Er is één combinatie wat het goed is. Waarom denk je hem C, daar een lied af? Meest voor de hand liggend. Meest voor de hand liggend. Oké. Okay. Waarom? Omdat bij de een het streepje mist en bij de ander dan het streepje erin zit? Nee, het is niet moeilijk.
Het is verzeld A, ST, punt, streep, Jabek en ouwe streepie Siel. En met name met die ST, punt, streepie gaat het hest altijd mis. En dat is zo zonde dat je ergens weunen dat je dan je eigen beunplak niet in het beeld schrijven kan. Dus knoop dit goed in je oren. Dat geldt ook voor Santan, hetzelfde verhaal. We gaan door naar vraag 5. En dat vind ik zelf een hele lastige. Ik heb dat nooit met dat kofskip en dat foxkaap. Ik snap daar geen bliksem van. Wat is nou goed geschreven? 100 met een T en 1000 met een D? Of B, 100 met een D en 1000 met een D? Of C, 100 met een T en ook 1000 met een T? Wie soort de B? Cheers, oké. Okay. Ja. Ja, nou daarachter ook een paar. Hendrik Nan ook B? Ja, ik denk het is, hartstikke een A. 100 met een T en 1000 met een D. Hoe is het mogelijk, hè? Ja. 100, 1000. Ja, ja, ja. Jeroen krijgt er nou al van laatst. Ben je nog maar bij vraag 5? We gaan gauw door naar vraag 6. En dat is nummer 6. Even een verder. Oh, zit 6 er niet meer tussen? 6 zit er niet meer tussen, dames en heren. Dus die hebben we allemaal goed. Het mooie is, dat is wel jammer dat 6 er niet tussen staat. Want Jan de Groot, zoals die hier zit, die mocht een Bils woord bedenken voor de mobiele telefoon. Kees, heeft al een idee wat Jan de Groot ervan maakt? Het? Nou, liever niet. Metnim telefoon, had hij bedacht. Een telefoon om met te nemen, een mobiele telefoon. Nou, vraag 7, hij staat er al. Als je die beurs verloren hebt, is die beurs dan fort of is hij weg? Dat weet Kees wel. Krijg ik hem weer? Ja, dat is de vraag. Ja, en krijg ik hem weer? Weet ik wat die is? Kees Krotsie, we willen vandaag wel even een uitleg hierover horen. Nee, Jeroen? Ik denk fort. Als ze hem weer weer omvinden, Christ, en weg is definitief weg. Weg is definitief weg? Hm. Nou, Jan de Groot, dan moet je tijd toch vragen. Hoe zit het ook alweer? Het is weg. Het is weg. Ja, als die beurs voortbrengt, dan laatst hem maken. Brengt ze hem weg, dan weet je niet meer waar ze hem heeft. Ja, dat is een hele lastige. Die gaat ook vaak mis. Dat is het ingewikkeldste van het beeld. Ja. Dan gaan we naar vraag nummer 8. En daar zit voor mij een heel lastig woord in. Dat is namelijk de airboys koe. En ik heb het altijd dan over airboy. Die zei Paak aan en die zei vroeger, nee, niet airboy, airboy, air. Het is airboyer. Dus een metwerker, iemand die ergens werkt. Maar wat is nou een airboys koe? Is dat een koe die de airboys vroeger hadden voor extra inkomen? Of is het B, als de boer vroeger op vakantie ging, en dat gongen ze nog gauw eens, dan kregen alle airboys voor dat hutsie een koe met naar huis om daarvoor te zorgen. Krijgt zo wat je vroeger van de basisschool een plantje met kregen. Of is het C, een bok. Ja, Jansen trappen dus niet in al die gekke zinnen van dat. Het is inderdaad een bok. Ja. We gaan door naar vraag nummer 9. Het woord deun in het Bils heeft 2 betekenissen. Gerard de Jong, welke? Vanwege de tweede betekenis. Gerard zit vlakbij. Zunig, ja? Ja, vlakbij. Ja, deun. Iemand staat deun. We staan deun op een ander. We staan tegen een ander. Ja. We gaan deun naar vraag nummer 10. Ja, volgens mij is het een woord dat Jan Faber heel goed uitspreken kan. Het woord betultsies. Dat is een woord dat je niet vaak hoort. Jan de Groot vindt dat een mooi en schattig woord, heeft hij opgeschreven. En hest elke een hier weet vast wel wat het betekent. Maar hoe zou je dat nou het beste omschrijven kennen? Jouw vader. Ja. Betultsies. Hij deed betultsies. Kijk dat op.
Ja, krijg het alsof. Skin of krijg het doen alsof, ja. Ja. Dat ben van die woorden, die moeten we er wat vaker ingooien, denk ik. Dan gaan we naar vraag nummer 11. We hebben 87 vragen. Dus je schiet het erin, ja hoor. Wat betekent het woord nageraden? Is dat A, had je met fout hebben, maar je nog eens raden? Is het B, zo staren gaan? Of is het C, raden gaan als het goede antwoord al geven is? Ik hoor eigenlijk alleen maar B. Ja, B is ook goed. Dit voorspelt heel wat goeds voor de dictaatrassen. Dit komt goed, Jeroen. Ja. We gaan naar de ene laatste vraag, vraag nummer 12. En dat is eigenlijk een wat een muziekvraag, die helemaal niks met muziek te krijgen heeft. Heel raar. In de jaren 90 had de Beelse band Ginge Donder een nieuw woord aan het Beelse toevoegde. Dat woord was kunstboy. Maar wat is eigenlijk een kunstboy? Is dat A, het bemesten van het land? Is dat onder de douche? Of is dat plastic fruit voor op tafel? Wat denk je? Onder de douche. Binnen mensen die thuis plastic fruit op tafel hebben. Hij is geen één, dan weet je ook niet dat dat inderdaad niet een kunstboy is. Het is inderdaad onder de douche. Ja, douche zelf vind ik ook een heel mooi makkelijk woord voor douche. Nou, dan de laatste vraag. Monique, dat ging goed, hè? Dat ging fantastisch. Ja. Vraag nummer 13. We gaan gewoon deur naar 13. Is het nou Mim her account of is het Mims account? Mim her account of Mims account? Ja, er is ook een discussie over. Dat valt me heel erg met, hè? Het is inderdaad Mim her account. Ja, daar loopt vier zijn bills wat ja, gelukkig wat aan. Ja. Ben je al geslaagd? Ja. Mooi. Ja, Hendrik nam een goeie 6. Goeie 6. Ja. Met de hakken over de sloot. Ja, dat hindert niks. Dan hoop ik dat we je wat goed opwarmd hebben voor het Bills Dicté. We hebben even schoft, even pauze. Oh, die heb ik er helemaal niet op staan. Bliksem. Oh, dat is weer ook weer een leuke. Welke letter wordt nooit gebruikt in het Bills? Ready? De I als in Y? Kees? C? Jeroen? De Q. Ja, ik heb het antwoord niet. Ik denk ook dat het Q is. Ja, Jan Skut, ja. Het is de Q inderdaad. Ja. Helemaal goed. Nou, ik hoop dat je hem lekker opwermt binnen. We gaan er even tussenuit en dan beginnen we met het dicté. Lik even aan de pen. Kijk nog even goed of je naam op de formulier staat. En tot ziens. Voor het dicté ben wel prijzen te winnen. En het goede nieuws is dat de prijswinnares van vorig jaar er niet is. Nou, spietig vinden we dat vanzelf, maar voor Jim weer wat meer kaas, nou juf Jannie er niet is. Ik zal even uitleggen hoe het gaat, want er zijn wat regels die je nou even weten moet, of even hoe het precies gaat. Jeroen leest eerst het hele dicté in één keer achter een ander voor. Dan hoef je hem nog niks te doen, alleen luisteren. Daarna doet hij het zin voor zin. Het is niet de bedoeling dat je hem alles opschrijft, omdat het heel veel moeite kost om alles na te kijken. Doen we het al een paar jaren, doen het als volgt. Jeroen leest dus zin voor zin voor en geeft dan aan om hoeveel woord het gaat dat je hem opschrijven moet. Jim hebben allebei twee invulvelden gekregen. Achter het nummer dat Jeroen noemt, toegelijk met het bewuste woord, kun je hem dan dat woord op de stippellintje invullen.
Nou, dan op het eind van het dicté komen nog 5 bonuswoorden. Dat binnen Nederlandse woorden, die je dan naar Beels vertalen moet. Nou, waarom doen we dit? In het geval dat er geliek eindigt bij het dicté, dan kijken we naar die 5 woorden wie daar dan het beste van scoort heeft. Nou, als het dan nog geliek wordt, heb je ook nog wel weer een oplossing daarvoor, maar misschien komt het zover niet, dus dat kan ik dan eventueel nog uitleggen. Nou, elke een krijgt na afloop zien of her dicté waarom. Ook met een listje met hoe die 19 woorden geschreven worden moeten. Dus dan kun je dat zelf ook even nog nakijken. En, nou ja, Leent had ook een soort, vergeet niet je naam in te vullen op beide bladjes. Nou, ik geloof dat we er dan binnen, Jeroen. Ja, is duidelijk, Algaar. Mooi, dan geef ik het woord aan Jeroen. Dat hij zover is. Even een moment zien als dat je moet wachten. Heel even. Nou, goedenavond aan elkaar. Dan dus ik nou beginnen met het voorlezen van het dicté. Ja, goed. Het dicté heet Pakes Tuin. Ons Paken had vroeger een tuin op het Zuid-Eend in Sint-Jaapik. Het was een prachtig stukje grond waar hij alle gaar verschillende grond op verbouwd had. Erpels, boontjes, andivie, sprutsies en nog veel meer had hij staan. Gewone dingen dus. Geen apartigheden die als bieslook, courgettes of asperges. Het hele jaar door waren het drokdoende met de tuin. Te gaan met Beb hebben ze heel wat afgerokken om genoeg groente te hebben voor de winter. Achter het hok kweekte hij de plantjes op die daarna de grond in kon. Er stond ook een oude badkuip waar het regenwater met opvangen worden. In de zomer kwam Paken bij ons huiten die del, met 2 grauwe emmers vol boontjes aan weerskant van het fietsstuur. Dus konden wij weer de boontjepunten wassen en invriezen. Meestentijds maakte hij dan bij ons achter een praatje met een kopje koffie en een stikkoek erbij. In de wooie stonden, wat onderbij de moeitijd waar, de hutsel stoten de lansjes te drinken bij een Davy of bij een oud skaap. Dan draaide hij onder wielen zijn checkie en zette hij weer aan naar de tuin. Als er wat restjes waren van slaabekeliks, dat waren voor de hin een feestmaal. Vanzelfs kregen deze beestjes ook genoeg hinnen eten, wat in een grote ijzeren beton stond, in het hok. In het hok waren ook een apart binnenhokkie, met piepskum werd de erpels voor de winter staan komen. Verders waren er visangels, ark, zaden voor de tuin en hadden de fietsen ook een mooi droog plak. Op het tuin waren genoeg mensen om praatjes te maken. Och, zo gezellig, maar er moest ook wat op het tuin gebeuren. Dat lukte over het algemeen ook wel. Wel aardig op de klooigrond. Maar dat zagen ook goed die het menen dat ze ook wel vergeefs wat metnemen konden. Om de dader of daders te pakken te krijgen, gingen ze ombeurten in de sloot zwaal leggen, naast een skep-emer om de boel in de gaten te houden. Of er ook ooit een pakt is, dat durf ik zo niet te zeggen. Het is dit jaar precies 10 jaar geleden dat ons Paken er spietig genoeg niet meer is, maar doordat wij zijn boontjes alle jaren weer op mij zetten, denken we nog altijd aan hem. Mooi hoor. Prachtig. Goed, dus nog voor de duidelijkheid. Ik lees elke zin voor en dan noem ik een woord en met het cijfer en dan kun je hem dat opschrijven. En aan het eind dan binnen er nog dus de bonuswoorden. Ben je er klaar voor? Oké, de eerste zin. Ons Paken had vroeger een tuin op het Zuid-Eend in Sint-Jaapik.
Het eerste woord is Zuid-Ind. Het tweede woord is Sint-Jabek. En als het goed is, dan weet je hem nou hoe je hier met skriën vermotten. Dat is het woord. De volgende zin. Het waar een prachtig stikje grond, werd hij allegaar verscheidene groenten opverbouwd het. Verscheidene is het derde woord. De volgende zin. Erpels, bonsies, andivie, spritsies en nog veel meer had hij staan. Het vierde woord is andivie. De volgende zin. Gewone ding dus, geen apartigheden, lik als bieslook, courgettes of asperges. Het vijfde woord is courgettes. En het zesde woord is asperges. De volgende zin. Het hele jaar deur waar hij druk doende met de tuin. Te gaan met Beb hebben ze heel wat overrotten om genoeg groente te hebben voor de winter. Achter het hok kweekte hij planties die daarna de grond in konden. Er stond ook een oude badkuip, werd het regenwater met opvangen. Het zevende woord is badkuip. De volgende zin. In de zomer kwam Paka bij ons hoitendi, del met twee grauwe emers vol boontjes en aan weerskanten van het fietsstuur. Achtste woord is hoitendi. Hoitendi. De volgende zin. Dus konden wij weer de boontjepunten wassen en invriezen. Meestentijds maakte hij bij ons achter een praatje met een kopje koffie en een stikkoek erbij. In de waaien stond wat om en bij de maaitijd waar, de hutselstotende lansjes te drinken bij een davy of een oud skaap. Het negende woord is om en bij. Het tiende woord is my teeth. Het elfde woord is hutselstotende lansies. Hutselstotende lansies. Dus dat zijn twee woorden. Het twaalfde woord is Davy.
In de zin, de hutselstoortende lansies te drinken bij een Davy. Davy. De volgende zin. Dan draaide hij onder wielers een checkie en zette weer uit naar de tuin. Het dat in de woord is checkie. De volgende zin. Als er wat restjes waren van slaapbeigeliks, dan hadden de hinnen een feestma. Vanzelfs kregen deze beestjes ook nog hinnen eten, wat in een grote ijzeren ton in het hok stond. Het 14e woord is hinnen eten. En het 15e woord is ijzerne. Oh, ijzerne. De volgende zin. In het hok waar een apart binnenhokkie met piepskum werd de eerpels voor de winter in staan komen. Het 16e woord is piepskum. De volgende zin. Verder waren er visangels, ark, zaden voor de tuin en hadden fietsen ook een mooi droog plak. Op de tuin waren genoeg mensen om praatje met te maken. Och zo gezellig, maar er moest ook wat op de tuin gebeuren. Dat lukte over het algemeen wel aardig op de klaaigrond. Maar dat zagen ook Goend die menen dat zij ook wel wat vergees met wat metnemen kon. Het 17e woord is klaaigrond. Het 18e woord is goend. Goend. Het 19e woord is vergees. De volgende zin. Om de dader of daders te pakken te krijgen, gingen ze ombeurten in de sloot Waal leggen naast een skep-emer om de boel in de gaten te houden. Woord 20 is skep-emer. De volgende zin. Of er ook ooit een pakt is, dat durf ik zo niet te zeggen. Het is dit jaar precies 10 jaar geleden dat ons paken de spietig genoeg niet meer is. Maar doordat wij zijn bommetjes alle jaren weer op mij zetten, denken we nog heel tijd aan hem. Het 21ste woord is spietig genoeg. Ik zal nog eventjes 1 keer de woorden herhalen. Het eerste woord is Zuid-Eend.
Het tweede woord is Sint-Jabek. Het derde woord is Verskoyne. Het vierde woord is Andivi. Het vijfde woord is Courgettes. Het zesde woord is Asperges. Het zevende woord is Badku. Het achtste woord is Heitendi. Het negende woord is om en erbij. Het tiende woord is maitiert. Het elfde woord is hutselstotende lansies. Het twaalfde woord is defi. Het dertiende woord is sheki. Het veertiende woord is hinne eten. Het vijftiende woord is izrene. Het zestiende woord is piepskum. Het zeventiende woord is kleigrond. Het achttiende woord is gunt. Het negentiende woord is vergees. Het twintigste woord is skep-emer. En het laatste woord is spiedig genoeg. Dan zal ik nou nog de woorden die Jim in het beeld vertalen motten. Moet ik ook trouwens die ondersnop nog eventjes doen? Of alleen dus? Nee, alleen deze. Alleen de boos. Ja, en dan hoeft het erop een piep 5, hè? Nee, dan pak je 5 uur toch. En alleen het Nederlands alles zeggen, hè? Ja, alleen Nederlands. Dus hoeft het dus niet te doen. Nee. Maar voor mij binnen 5 woorden niet wat ze doen. Ja, nou, doen alle gamen, Jan. Ja, ben wel zo. Ja, alle gamen. Het gaat om 7 woorden. Dus het eerste woord voor de extra punten is de ketting. De ketting. Ja. Dus je krijgt 7 Nederlandse woorden. En die moet je vertalen naar het beeld. Dus het eerste woord is de ketting. Het tweede woord is kattenasiel. Kattenasiel. Het derde woord is het schort. Het schort. Het vierde woord is jongetje. Jongetje. Het volgende woord is bloemetje. Bloemetje. Het volgende woord is kous. Kous.
En het laatste woord is drukkend of benauwd weer. Wat mij betreft. Simone. Simone. Wij moeten het inleveren. We halen het op. Oké. Ja. De kommegoen en die halen je papieren op. Ja. En ik moet ook even meedelen bij Henno's kof. Dus... We gaan naar de deur gaan met de prijzen draaien. Jeroen wil graag eerst even wat zeggen over het dicté en de woorden. Dus het woord is eerst even aan hem. Ja, dankjewel. Nou, allereerst hartelijk dank dat je hem al meedeed. Het was echt een geweldige opkomst. Er waren een paar dingen die ons wel opvallend waren. Dat de streekjes, dat vinden mensen, de streepjes, dat vinden mensen nog wel dreig bij huiten die. En ook bij om en erbij. En wat ons ook opviel, Gien 1 had het woord piepskund noemd. Wilst, ja, tenminste, vaak ben het oude dreige woorden die mensen vaak fout schrijven. Wilst, ja, we gebruiken piepskund een heel soort. En dan schrijf je P-I-E-P. En dan S-K-U met een streepje. M. Maar goed. Je kan niet anders weten. En als laatste wil ik nog even benoemen dat het woord... als laatste wil ik nog zeggen dat het woord vergees, dat moet met een F. En dat komt omdat het van geven komt. Ja, in het Fries schrijf je het zonder, omdat je het niet zegt. En in het beeld schrijf je hem wel. Ja, ja. Nou, Simone, succes. Nou, er zijn 3 prijzen. De winnaar krijgt sowieso bloem. Dat krijgen alle 3 de winnaars. Een wisselbeker. De eeuwige roem. En een paraplu. Van beeldzorgende. Nou, en dan... het waren eigenlijk wel spannend weer. We hebben ook even de 5 woorden... of 7 woorden gebruiken moeten. En daar is uitkomen. De derde prijs is dit jaar won door Femke Keizer. Femke had 7 fout in het dicté en had vervolgens in die 7 woorden 5 fout. Dus daarom wist hij daar de woorden. Hey. Gefeliciteerd. Ja, wees hoe ze staan aan hoe het werkt. Dan op het tweede plak. Diegene had ook 7 fout, maar die had in die 7 woorden 4 fout. Dus daarom is op tweede plak eindigd Renny Steensma. Ja. De mooiste paraplu. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, hè? Kijk eens, een mooie waterman. Ja, en een mooi bosje.
Nou, dat wordt nou spannend. De winnaar dit jaar had 5 fout. Nou, dat is best heel knap, want ja, ik heb ook even meteen mijn dag bij jou gehoord. Nou, dit moet wezen, kinderdaas. Maar nee, het bleek toch niet zo te weten. Tim, straks ook wel even zien dat je, nou ja, best nog wel moeilijk was. Ik wil ook nog even zeggen, Tjitske, heeft het ook hartstikke best deed. Het komt minder, maar het is wel duidelijk dat het best nog wel moeilijk is voor een vriend. Het komt wel bij. Ja, dat is ook weer zo. Ja. Maar mooi dus met een hest. Nou, dan gaan we nou daadwerkelijk naar de winnaar. De eerste prijs is won door Kees Kratzy. Gefeliciteerd. Je weet ook hoe het werkt. Ja, de wisselbeker die is ook voor de hei. Ja, die zou je nog graag wel even beroemd hebben willen, want dan kan die naam er even in. En ik wou dat Kamp wel weet hoe je het schrijft, want staat er al. Ja. Maar als het maar even met hem. Ja, dan. Dan ook al horen jullie. Dan had ik jullie nou. Dus ik even kijken wat we nog meer zijn moeten. Ik wil jullie allemaal graag bedanken voor deze avond. Oh ja, de Jim Dictees, de invulde papieren en ook een antwoordenblad. Lloyd op deze tafel, dan mag je hem zo meteen even ophalen. En verder wou ik je allemaal hartstikke bedanken voor je komst. Jelke en Jan ook bedankt. De Friesin, de bediening, hartelijk dank. En je kan nog een drankje nadoen. En verder zou ik zeggen, wel thuis en tot de aankomende keer. Thank you.